Hallo kinderen, zuster Sharnice hier. Gezegende Sabbat. Hebben jullie allemaal een fijne week gehad? Normaal zeggen jullie altijd ja, maar misschien zit je nu thuis en zei je nee. Misschien ben je een beetje verdrietig omdat je je vrienden en familie niet kan zien of omdat mensen die je kent heel ziek zijn. En dit allemaal vanwege het coronavirus. Nu denk je, waarom worden we eigenlijk ziek? En wat zegt God erover? We kennen allemaal het verhaal over hoe God de mens had gemaakt. En nu is de vraag, kon Adam ziek worden? Nee. God had de mens een perfect lichaam gegeven dat nooit ziek kon worden. Maar we weten ook allemaal hoe het verhaal afloopt. Adam en Eva eten van een boom in het Hof van Eden. Maar niet zomaar een boom, maar de boom waarvan God had gezegd dat je er niet van mocht eten. En zo hadden Adam en Eva gezondigd. Vanaf die dag was het perfecte lichaam van Adam en Eva weg. Ze konden dus wel ziek worden. Nu denk je, wat heeft dat met mij te maken? Nou, God zegt in de Bijbel: daarom, gelijk door een mens de zonde de wereld is binnengekomen, en door de zonde de dood, zo is de dood tot alle mensen doorgegaan. Dit betekent dus, omdat de mens zondigt, wij geen perfect lichaam hebben, en ook ziek kunnen worden en zelfs dood kunnen gaan. Maar God wil helemaal niet dat we ziek worden. Daarom vertelt hij ons precies hoe we het beste kunnen leven en wat we het beste kunnen eten en drinken, om het langste gezond te blijven. Maar zoals je weet zijn er heel veel mensen nu die ziek worden met het coronavirus. Het is heel moeilijk voor iedereen wanneer je altijd thuis moet blijven en je vrienden of familie niet mag zien. Maar er is ook een positieve kant. Nu heb je bijvoorbeeld tijd voor heel veel andere dingen, zoals workouten, klusjes doen, spelletjes spelen of gewoon heel de dag slapen. Maar nog veel belangrijker, je hebt tijd voor God. Dit is het perfecte moment om meer over God te leren uit de Bijbel. Je wordt door niks afgeleid. Zo'n kans krijg je nooit meer, dus gebruik het. Zo te zien is mijn tijd bijna op en moet ik weer gaan. Ik hoop dat jullie een fijne week hebben en gezond en veilig zijn. Wil je weten hoe je dat doet? Onthoud dit. Was je handen en bid tot God. Gezegende week iedereen en tot de volgende keer.